De laatste loodjes. Nou, die komen zondag pas, geloof ik. Hoe ver kom je bij jou? Ja, hoe ver is ik? Vertel het eens. Hij moet wel even goed, hè? Ja, ik hoop dat toch. Het water, kijk dat hij dat wampie vrij is en bij jullie de deuren. Oh, sorry. Ik voel me ook goed, moet ik zeggen. Oké. Het is echt een leuke happening. Oké. Winterwonderland. Nou ja. Maar we doen elk jaar een thema. Ja. Daar zijn we vorig jaar mee begonnen. Vorig jaar hadden we Verre Oosten. En nu is het Winterwonderland. Ja. En volgend jaar wordt het... Nog geen idee. Dus. Oké. En hebben we nog echte sneeuw? Nou, ik verwacht nog wel echte sneeuw binnen nu in 3 dagen. Oké. Ja. Dus de machine komt. Nee, komt geen machine. Nee, we houden het lekker warm. Oké. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Goedemiddag, ik ben Alexandra Zuuring. En wat doet Alexandra? Ik zit samen met mijn man en Kees en Francis Jongbloed in de organisatie van de Visbuurt Feestweek. Okay. Het is al de 10e jaar, hè? Ja, dat klopt. Ja. En we hebben er weer enthousiasme en zin in en we zijn er helemaal klaar voor. Dus we zijn nu net begonnen. De brassband is een rondje door de buurt. En straks hebben we een kinderbingo en vanavond hebben we het eerste live optreden. Ja. Dus ja. Zo te zien, het programma zag er goed uit. Ja, zeker. Maar daar zijn we al een jaar van tevoren mee bezig. Dus ja. En het hoogtepunt is dat morgenavond, hè? Nou ja, inderdaad, de Glamour Bingo met de veerkampjes. Dat is wel een toppertje. En dan de vrijdag en de zaterdagavond natuurlijk. Ja. Ja. Okay. Dus we hebben er zin in. Okay. Maar morgenavond hebben we weer volle bak, hoor. Dat geloof ik. Dus hebben jullie eigenlijk nog wensen? Jullie hebben bijna alles, hè? Ja, nee. Zoals het gaat, gaat het eigenlijk lekker. Maar we hebben altijd wensen in de vorm van vrijwilligers. Want spullen moeten neergezet, spullen moeten opgeruimd. Want zondagavond, nadat het feestje klaar is, moet alles weer opgeruimd. Ja, en dan zijn we vaak met een klein clubje. Dus die wens is wel heel groot voor nog een paar extra handjes op zondag.